Beste kijkers, welkom bij beelden van de laatste wasdag in 2011 door de folkloregroep Racen. Helaas viel het vandaag een beetje in het water. Letterlijk en figuurlijk. Dus veel kijkplezier bij beelden van de laatste wasdag op de weiers in locatie Racen. Ik ben nog een beetje aan het.
Rustig zit kieken, dit is als nou. Fatsoenen hemd met daaroverheen een kraplap. Dat heette dus hier een kraplap. Die kraplap, dat is een soort jakje, een kort jakje, met aan de voorkant gesloten met knoopjes. Daaronder droegen ze dan een hemd met een mouwtje. En er zijn ook verschillende dames, onder andere ikzelf. Ik heb namelijk een kraplap met mouwtjes. Daaronder dragen we dan een rok. En meestal is dat een zwarte rok, dat is een doorschuiven van de zondag. Die dan voor in de week met het werk dan nog afgedragen kan worden. Daaroverheen dragen we dan een schot. En dit zijn werkschotten. Als je natuurlijk schotten, die hadden ook een tweede stel banden. Want het was natuurlijk een schande als je in je ondergoed over straat liep. Lindy heeft nog een mooie schot voor en dat is de vreeskundestok. Dat is een schot met een blokje. Dat deed je dan aan als je een boodschap ging doen of ergens koffie of thee ging drinken. Ze heeft ook klompen aan en ze wil vast wel eentje van de voeten doen. Ze heeft mooie klompen aan. Daar kon je nog vertellen dat je wist dat je moeder punten aan de klompen had. Naast mij zit Dika en Dika die draagt een mooi broderiekaapje. Dit kaapje dat was alleen weggelegd voor rijkere boeren, vrouwen en dochters. Nou wil ik niet zeggen dat Dika dat ook is, maar ze heeft er wel eentje en ze kan dit kaapje dus aan u laten zien. Aan de rand gelegd, want die hoefde natuurlijk niet te bleken. Maar het witte wasgoed, dat werd dus altijd op het gras neergelegd om te bleken. Mocht u ooit eens een keer een vlek ergens in hebben en denkt van hoe krijg ik die weer uit, smeer het maar in met groene zeep, leg het op het grasveld te bleken in de zon en u zult zien dat de vlek verdwijnt. Dus zo dom waren ze vroeger nog niet. Wij zijn hier naartoe gekomen met het wasgoed in de wasmanden. En deze wasmanden die zijn gemaakt van dikke wilgenteen. En die werden ook alleen maar voor de was gebruikt. Niet voor aardappels of hout of turf of iets dergelijks, maar alleen voor de was. De grond neerzet en die blijft daar een poosje staan. Dan kan het natuurlijk zo langzamerhand, als je dat heel vaak doet, gaan rotten. Die wasmanden die werden dan in de kruiwagens gezet. Weer. En je gaat dus met die kruiwagens over straat. Er zit een ijzeren band om het wiel. En als ijzer warm wordt, gaat het uitzetten. En als hout warm wordt, gaat het krimpen. Dus als er eventjes een dame is die dit Lien, die weet hoe het werkt. Dan kon je dus om je schouder doen. En dan in die
lussen van het touw, daar deed je dan de handvaten van de kruiwagen in. En dan had je de last meer op je schouders en niet aan je armen. Nou ja, u kan het zo ongeveer wel zien. En dan werden de handvaten werden daarin gedaan. En dan had je een beetje meer steun met je schouders om die kruiwagen voor te duwen. We kwamen erop dat de mensen zich vaker moesten gaan wassen. En dat ze beter moesten zorgen dat alles schoon was. Deze dokter die was een vrijgezel en die heeft dus ook in zijn testament laten beschrijven dat er uit zijn nalatenschap een waterleiding hier aan zou worden gelegd in Rezen. Maar helaas, de WMO die had het eerste recht om hier in de grond te graven. Dus die waterleiding is er wel gekomen, maar niet van dokter Stokkerschild. Daar liet hij dus eten brengen of soms gaf hij ze ook geld. Maar owee, als hij in de gaten kreeg dat vader kon die je boodschappen laten bezorgen. Maar deze man die was dus erg begaan met de Rijzense bevolking hier. Het wasgoed wordt hier nat gegooid met een klomp. Dat gebeurde vroeger ook. Er was een zekere mevrouw en die heette Jenneken en die woonde hier. Een keer ummekeren, zeiden ze dan, omdraaien. En iedereen die van haar diensten gebruik maakte, die betaalde daar een paar cent voor. Ook was er hier een oppasser. En deze oppasser, die bivakkeerde hier. Daarachter, daar was dus een huisje, het oppassershuisje. En deze man, die moest dus opletten dat er geen wasgoed gestolen werd. De kinderen, goed niet gestolen werd. Weet ik, bij de rode bak. Ja, daar staat hij. Ja, het begon het letterlijk en figuurlijk te regenen. Ik hoop dat u wel plezier beleeft aan deze beelden. En namens Multivideo, graag tot de volgende keer op YouTube. Bedankt voor de aandacht. Tot ziens.